Benvenuto. Hou jij van die enige echte authentieke Italiaanse espresso, gemaakt met verse bonen, maar dan wel bereid door een overzichtelijk en makkelijk te bedienen espressoapparaat dat ook nog eens simpel in onderhoud is? Dit is de Saeco Intelia Evo Cappuccino met melkraf. Een stijlvolle machine voorzien van een zilvergrijze kleur en onze speciale Evo-design. Met de geïntegreerde melkraf maak je koffiespecialiteiten met dik opgeschuimde melk van barista kwaliteit. Het enige wat je hoeft te doen is de karaf te vullen met melk, hem aan te sluiten op het apparaat en de koffiespecialiteit te selecteren waar jij zin in hebt. Daarna klik je hem gemakkelijk van het apparaat af en kun je hem in de koelkast bewaren. Op die manier blijft de melk lekker vers. Ben je een echte latte macchiato lover? Dan past de Intelia Evo Latte nog beter bij jou. Deze heeft namelijk een hogere melkschenkinrichting, speciaal voor het maken van een latte macchiato. De Intelia-lijn is al een paar jaar op de markt en de meest verkochte espresso-volautomatenlijn van Nederland. Niet zo gek, want het apparaat is erg gemakkelijk in gebruik en onderhoud en wordt daarom ook goed gewaardeerd. Dit is niet alleen mij opgevallen, ook de Consumentenbond heeft apparaten uit deze lijn meerdere malen tot beste koop uitgeroepen. Het maken van een echte authentieke Italiaanse espresso begint natuurlijk met verse koffiebonen. De bonen doe je in dit bonenreservoir. Er past 300 gram bonen in en daarmee maak je ongeveer 40 espresso's. In het bonenreservoir vind je een draaiknop waarmee je de maalgraad kunt bedienen. Dat doe je terwijl de machine aan het malen is en je gebruikt er het bijgeleverde sleuteltje voor. Draai hem helemaal naar rechts, dan staat de maalgraad op de fijnste stand. Hoe fijner de maalgraad, hoe langer het water erover doet om door de gemalen koffiebonen heen te gaan. De smaak van de espresso wordt dan natuurlijk ook intenser. Dit klepje gebruik je als je een portie gemalen koffie wil toevoegen, bijvoorbeeld om een decafé te maken. De waterbak zit aan de voorkant en die pak je er gemakkelijk uit. Er kan zo'n 1,5 liter water in. Je kunt een Brita-filter aansluiten op de bak en daarmee hou je kalk en andere vuildelen tegen. En als je een waterfilter gebruikt, ja, dan hoef je jouw Intelia dus minder vaak te ontkalken. De Intelia Evo Cappuccino is door het duidelijke display en de one-touch bediening heel makkelijk in het gebruik. Saeco heeft de perfecte espresso, lungo en cappuccino voor je ingesteld. Met één druk op de knop maak je dus deze koffiespecialiteiten. Wil je twee koffiespecialiteiten tegelijk zetten, dan druk je de knop gewoon twee keer in. Als je de memo-functie gebruikt, onthoudt jouw Intelia precies welke hoeveelheid espresso of lungo jij lekker vindt. De memo-functie verschijnt op het display als je de espresso of lungo-knop even ingedrukt houdt. Jouw Intelia maakt dan een espresso en zodra je vindt dat de ideale hoeveelheid is bereikt, druk je de knop nog even kort in. In het handige menu kun je de gewenste temperatuur van je koffiespecialiteit instellen. Ook de sterkte stel je zelf in en dat doe je met behulp van deze knop. Er zijn drie standen, aangegeven door koffieboontjes. Ik zet hem natuurlijk op drie boontjes. Typerend voor een goede Italiaanse espresso is de crema laag. Die ontstaat doordat water onder hoge druk door de espresso wordt geperst. De creme laag hoort hazelnootbruin te zijn en geeft extra smaak aan je espresso. En hoe dikker, hoe beter. Ik ga vandaag voor een perfecte cappuccino. Heerlijk! Hoe komt het toch dat de smaak van deze cappuccino zo goed is? Dat heeft te maken met deze twee schijfjes, de keramische maalschijven die in je Intelia zitten. Dankzij de keramische schijven worden de bonen tijdens het malen minder heet en kunnen ze dus niet verbranden. Het enige wat overblijft in jouw kopje is het allermooiste van de boon. Ja, en dat wil je natuurlijk. Dat je met dit apparaat de echte Italiaanse espresso in huis haalt, dat vinden ook de kenners. Saeco is het enige merk dat het predicaat Espresso Perfetto heeft gekregen van het Centro Studia Saggiatori uit het Italiaanse Brescia. Daarmee geeft het Centro eigenlijk aan dat de espresso die je met de Saeco maakt net zo goed is als de espresso die in de horeca wordt gemaakt met behulp van duurdere machines. Het kloppend hart van de Intelia is de Z-groep. Deze moet goed schoongehouden worden, maar het is niet moeilijk. Het enige wat je moet doen is de Z-groep uit de machine nemen en hem omspoelen met lauw water. Gebruik geen heet water, anders laat het siliconenvet los. De zetgroep plaats je makkelijk terug en je hoort een klik zodra die goed zit. De lekbak en de opvangbak voor de koffiekoekjes kunnen gewoon in de vaatwasser, daar heb je dus geen omkijken naar. Wil je hem grondig reinigen en ontkalken, dan hoef je alleen het ontkalkingsproduct toe te voegen. Druk op de reinigingsknop en de machine doet de rest. Dus, wil je thuis genieten van authentieke Italiaanse espresso, lungo of cappuccino gemaakt met verse bonen? Moet dat vooral niet te ingewikkeld zijn en wil je niet te veel tijd kwijt zijn aan onderhoud, dan is de Intelia Evo met geïntegreerde melkeraf absoluut iets voor jou. Geniet van je eigen Italiaanse creatie. Mocht jij wat aan deze video gehad hebben, vergeet dan eventjes niet op het duimpje te klikken of dat je hem deelt met je vrienden of op social media. En wil je hem bestellen? Klik dan hier op de bestelbutton. Ja, moet je wel klikken, want dan ga je naar de productpagina. Ja, ik denk dat het een heel wijs product is. Ik zeg, gewoon erop klikken. Ja, druk er maar op. Komt goed. Ja.